So gaat het in mijn. Ik maak even een kort filmpje. Want ik heb 500 followers. Wauw. Ik ben hartstikke tevreden met iedereen. En ik vind het leuk dat iedereen mijn filmpje kijkt en zo. En ik ben er heel blij mee dat ik 500 followers heb. Het is gewoon heel cool. Dus ja, ik weet niet. Ik wou dat even zeggen. Dan willen jullie vast weten hoe het met me gaat. Nou, ik heb jeuk. Zo, en nu is het weg. Nou, ik heb zeg maar... al bijna 3 weken last van mijn keel en zo. Ik heb 2,5 weken griep gehad. Ook in mijn vakantie. Ik heb in mijn vakantie echt bijna niks gedaan. Ik heb één keer... Ik heb een slaappartijtje gehad. Eentje. Slaappartijtje. En ik heb gesnowboard in Snowworld. En dat was wel leuk. Verder heb ik niks gedaan. Want ik moest ziek thuis blijven. En ik wou zelfs extra gaan werken. En dat kon niet, want ik moest thuis blijven. Want ik was ziek. En Tom. Ja, doe schuld. Allemaal jouw schuld, Tom. Allemaal jouw schuld. Ja. Eerst is het een beetje met mijn camera. Ik heb hem een paar keer laten vallen. Ik heb hem ook al 2 jaar nu. Maar ja. En nu is Tom weer lief, hè? Lief. Maar ja, waar had ik het over? Ja, mijn camera. Hij stelt ook niet meer echt goed scherp. De macro-stand, die doet het niet meer. En dat is heel erg onplezierig voor mij. Ja. Want dan kan ik geen mooie macro-foto's meer maken. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe camera nodig, maar dat kost geld. En ik moet al zoveel dingen kopen, want ik ben op vakantie. En bla 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 bla. Bla. Dus, oh, ik ben jarig geweest. Ik was 18 februari jarig. En voor mijn verjaardag, kijk, ik heb zo'n bedelarmbandje dus. En ik zal het even van dichtbij laten zien. Ik weet niet of die scherp stelt nu, want ja, hè, hij is slecht. Maar deze heb ik van een vriendin gekregen. Van Martine. En deze heb ik van Teske.nl gekregen. Deze heb ik zelf gekocht, maar die had ik al een poosje. En deze had ik van mijn moeder en die had ik al een poosje. En deze heb ik van mijn allerbeste vriendin gekregen. Het is een klein salamandertje. En dit is wel echt de roze kwarts natuurlijk en zo. En alle echt zilver. En natuurlijk, dit is wel een echte diamant, weet je wel. Ja, het is wel echt zilver. En daar ben ik heel blij mee. En dan vind ik het ook niet erg, zeg maar, dan dat je alleen maar zo 1 dingetje krijgt. En, sorry, ik kan niet van mijn katje afblijven. Hij is zo lief. Ja, hij is zo lief. Je bent zo lief dan. Maar ik zal maar... andere cadeautje pakken. Mijn andere cadeautje. Is hij nog thuis? Mijn andere cadeautje is van de Free Record Shop. En dat is dus... Oké. Zien jullie me nog? Oké. Oh, God. Ik moet echt een statief een keer gaan kopen of zo. Ik ga het weer proberen te laten zien. Kijk, ja. Groesrok 2011. Terrein Alban Meerhout. Dat is dus ergens in België. 22 april 2011. En het zijn combi tickets. Dus ik ga op 23 april. Dus dat is cool. En ja, het was echt duur. Ik heb dit dus van mijn moeder en mijn broer gekregen. Dus dan valt het wel mee. Het is nog steeds wel zeg maar een duur cadeautje, maar ik wou het heel graag hebben. Dus ik kreeg dit. En ik ben er heel blij mee. En ik ben hier ook heel blij mee. Oh ja. En ik heb ook een geurtje gekregen van mijn vriend. Want ja, ik heb weer een vriend. Alweer een andere. Ja, inderdaad. Ik ben zo slecht. Oh, wacht, ik zal vertellen welk geurtje.
Aqua di Gioia. En het is een heel lekker fris geurtje. Ja, dat is dus leuk. Dus ja. Dus ja. Volgens mij heb ik helemaal geen zeg maar gezegd deze film. Dit is een film. Hè, Tom? Je speelt in de film. Hoe heet die? Blijf nou staan! Dat is mijn vraag aan jullie. Voor deze keer, zeg maar. Oh, nu ga ik wel zeg maar zeggen. Oké. Mijn vraag voor jullie aan deze keer is: hoe heet deze film? Zeg het maar. En de acteurs. Zijn ik en Tom. Maar, wat is het? Doei. Zoals ik ergens zeg maar de macro.